Ik zie allerlei computers en knopjes en dingetjes. Wat gebeurt hier allemaal in de bus? Nou, dat klopt. Dit is de mobiele studio van Frequency. Frequency die heeft in 2007 ongeveer een plan bedacht van hoe kunnen wij projecten aan gaan bieden op een eigenlijk hele simpele en effectieve manier. En ja, dan had je een mooi buurthuis en dan was er toch geen ruimte. En om dat eigenlijk uit de weg te ruimen, hadden wij zoiets van, nou, als wij dus met een complete faciliteit komen waar jongeren in kunnen stappen aan de slag en als ze klaar zijn weer weggaan. Muziekproducties maken, videoclips, eigenlijk alles ja, op gebied van multimedia. De ideeën komen echt vanuit de jongeren zelf, want soms ja, hebben ze echt hele bizarre dingen en dan denken wij van, lukt dat wel? Maar ja, we kunnen er altijd wel een draai aan geven, zodat ze toch ja, het product krijgen waar zij ja, voor staan. Oké, leuk. Nou, straks gaan we natuurlijk ook een kijkje nemen in de bus. Dus blijf vooral kijken. Ik zie jullie straks. Het is een heel groot festival met heel de band. Superveel, dat is heel leuk. Black Bottom in de bus. Mensen zijn hard bezig hier zo. Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig, man? Nou, we zijn gewoon onze eigen beats aan het maken. En nu zijn we hier 3 weken mee bezig. Bevorderen jullie ook? Weet je, worden jullie ook beter van? Of wisten jullie het al van tevoren hoe jullie dit deden? Alles hier geleerd, gewoon hoe je bestand moet openen, geluiden bij moet voegen. En hoe vaak de klik voorkomt, in wat voor beat. Verschillend house, hip-hop, allemaal verschillend. Wat is Reason eigenlijk? Wat is dat? Ja, Reason is een heel groot programma waar veel beatmakers mee werken. Met veel opties en veel geluiden. Dus is het een makkelijke programma voor beatmakers om te beginnen als ze beats willen maken? Ja, het is wel een moeilijke programma, maar als je iemand kent die er kennis van heeft, dan wordt het wel steeds makkelijker. Jij bent erg jong. Ben je echt serieus bezig met muziek? Leuk en zo, maar ik was er nog niet serieus mee bezig. Oké, okay, maar je begint het wel leuk te vinden. Misschien ga je er wel wat mee doen. Ja, ik ben RC Beats en dit is mijn beat. En we gaan nu door naar het volgende programma, dus blijf kijken. En ik liep hier vaak langs dit pand en toen ben ik in het pand gaan kijken. En het was voor mijn gevoel was het gewoon helemaal geschikt om een duikschool te maken. Welkom terug. Hey Tetik, het is wel echt een heel toffe bus, hè? Ja man, studio op wielen. Lauw man. En jij bent ook rapper, dus ik denk dat je ook even een lesje moet gaan volgen, beats maken. Ik wil hem niet eens gewoon onderbreken, want hij is nu hard bezig om die mannetjes en shit te leren. Een van de programma's waarmee je beats kan maken. Dus eigenlijk een virtuele studio. Het leuke wat ik vind van Reason is dat de apparaten die erin zitten, die lijken op echte apparaten. Die knopjes en zo, die hebben bijna dezelfde functies. Oké, dus Randy heeft zijn les gegeven, hij is nog steeds bezig. De mannen doen het goed hier zo. Heb je nog wat te zeggen, man? Kom een keertje langs, zou zeggen. Kom een keer langs. Ja. Het is gratis dus, waarom niet toch? Precies, daarom weet je. Hey, yes. Ja man. Reason. Te gek gave bus en ook super cool dat de jongeren hier lekker aan de slag kunnen. Maar wordt er nog wat mee gedaan met hetgeen wat ze leren? Ja, per locatie kiezen we 2 à 3 jongeren waarvan wij vinden die moeten gewoon echt verder. En die gaan dan een masterclass doen bij Rots. En daar gaan we die 3 producties uitwerken. Ja, zodat ze echt zichzelf kunnen professionaliseren en ook met diverse producers dan hebben samengewerkt. Oké, okay. En stel dat hier een jongere nu langsloopt en die wil naar binnen en kan die ook meedoen? In principe wel, maar ja, zoals je ziet, hij zit nu aardig vol. Dus we werken wel nu met inschrijvingen en ja, als de ene locatie vol is, is er altijd wel weer een volgende mogelijkheid waar ze wel mee kunnen doen. Oké, okay, nou te gek. Wij zien jullie weer volgende keer en ja, wij gaan nog even de warme bus in om lekker beats te maken. Ik zie je. Ciao. Doei.